En met jou, Hand en Broeke, praat ik over de asieltop deze week in Brussel. Maar eerst gaan we naar Frank. Want de FNV waarschuwt voor een storm van stakingen de komende weken. Ja, alleen al deze dagen leggen de leden van de FNV op meer dan 100 locaties het werk neer. In de regio betekent dat bussen en treinen die niet rijden. Met name in Limburg en Twente en de Achterhoek ondervindt u veel last van stakend streekvervoer. In de steden ziet dat er wat anders uit. Daar liggen vooral de straten bezaaid met afvalzakken. Gemeenteambtenaren als BOA's, groenvoorzieners en vuilnisophalers doen mee aan de massastaking deze week. Zij vinden dus dat werkgevers niet genoeg meebewegen met de hoge inflatie. De rek is eruit, zegt FNV-voorman Tuur Elsinga. Dit is echt een stakingsmaand. Februari wordt een stakingsmaand. En is dat vaker gebeurd op deze manier? Nou, 100 acties in één week, dat is toch tamelijk uniek. Wat zegt dit eigenlijk over al die mensen en al die bedrijven? Want het is wel de ruggengraat, zou je kunnen zeggen, van de samenleving die de straat op gaat. Zeker. Heel veel mensen hebben natuurlijk gezien de afgelopen jaren dat het land stilstaat zonder hun werk. Met corona moesten zij doorwerken. Ze hebben wel applaus gekregen, maar ze zien de waardering niet terug in hun portemonnee. Sterker nog, zij hebben het afgelopen jaar heel veel koopkracht ingeleverd door de hoge inflatie. Nou, bij elkaar hebben wij uitgerekend dat de werkende mensen in dit land de afgelopen jaar aan 60 miljard aan koopkracht kwijt zijn geraakt. Terwijl de economie wel gegroeid is, sterker nog met meer dan 80 miljard. Hè. Dus we kunnen iedereen gewoon koopkrachtbehoud geven en dan houden we nog geld over om te verdelen. Jean, er wordt niet genoeg meebewogen, zegt FNV, maar er liggen scenario's op tafel voor meer dan 10% loonsverhoging. Vragen de stakers niet gewoon te veel? Nou ja, kijk, niet overal wordt zoveel loonsverhoging gegeven. Dit is uiteindelijk, het is een goed recht. Het is natuurlijk onderdeel van het systeem dat we hebben, dat je in het ergste geval het werk neer kan leggen. En daar moeten werkgevers mee zien te dealen. Waar ik wel wat zorgen over maak, als ik kijk naar het openbaar vervoer, die stakingen daar. En ook naar, we zien die beelden van die volle vuilcontainers, dat is allemaal heel erg onhygiënisch. Maar je hoopt vooral voor mensen die ook van het openbaar vervoer afhankelijk zijn, dat die stakingen niet te lang gaan duren, omdat je er ook heel veel mensen mee dupeert, ook mensen zonder auto. Dus het raakt wel een deel van de bevolking die je misschien niet wil raken daarmee en die zelf ook wel last hebben van die hoge prijzen. Ja, mevrouw Marijnissen, grotendeels ook uw achterboom, vermoed ik. Gaat u ook nog zelf met een rode vlag de straat op meehelpen? Zeker, er waren eerder al stakingen in het openbaar vervoer en daar waren we als SP ook bij om de stakers een hart onder de riem te steken. En ik denk dat terecht gezegd wordt, kijk, er is heel veel geld. Hè. Het gaat ontzettend goed met de economie. En dat is de onrechtvaardigheid. Dat werkende mensen daar veel te weinig van profiteren in een tijd waarin de prijzen echt door het dak gaan. En daarom denk ik, zeer terechte acties, ik ben het helemaal mee eens. Ik hoop dat het niet lang hoeft te duren. Maar dat betekent wel dat werkende mensen hun eerlijke deel moeten krijgen.